Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. In een groot deel van het land begint de dag met zonneschijn, maar er trekken ook een paar wolkenvelden over het land. Dat was vanochtend om 7 uur, vooral in het Waddengebied en in Zeeland. Een mix van wolken en zon dus, met vanochtend op de meeste plaatsen droog weer. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag ontstaat er her en der een lokaal buitje. Maar het droog weer houdt overhand. Temperaturen zijn best aardig te noemen. In het noordwestelijk kustgebied de graad of 15, maar in de rest van het land wordt het zo'n 18 tot lokaal zelfs 20 graden. Nou, dat zijn toch aangename waarden, lijkt me. De wind neemt later vanmiddag en vanavond af. Aan het einde van de avond begint hij weer toe te nemen. De dode herdenking verloopt overal droog, maar aan het einde van de avond begint het vanuit het zuiden te regenen. Ook vannacht regent het enige tijd. En morgen krijgen we dan te maken met forse buien, met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Rond 12 uur is het 19 tot 25 graden. Maar halverwege de middag is het 13 tot 18 graden. Het kwik gaat dus flink dalen morgenmiddag. Het wordt morgenmiddag wel droog en morgenavond is het ook droog. Woensdag nog een enkele bui, donderdag waarschijnlijk droog weer en vrijdag opnieuw een enkele bui. En de temperaturen die zakken naar 15 tot 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.